Like de video voor één dag extra geluk. Oké, we gaan naar binnen in dit huis en worden geband in 3, 2, 1... Ik zei het toch. Maar dat met een reden. Zou ik dit gebande huis in kunnen als iemand anders die er niet geband is mij meeneemt in een winkelwagen naar binnen? Oké, we gaan erachter komen. Werkt dit? Werkt het? Oh nee, het werkt niet. Oké, wacht, we moeten het anders proberen. Stel voor, hij gaat er eerst in en probeert mij dan te pakken. En dan wordt hij er ook uitgezet. Maar er moet toch een manier zijn? Ik zeg, pak mij op en ga naar binnen. Oké, hij gaat het proberen. Werkt dit? Het werkt! Ik ben voor de eerste keer in Brookhaven in een geband huis. Wacht, ga naar de wc. Ga naar de wc. Heel random misschien, maar ik wil gewoon kijken of het kan. Hè? Maar ik ben geband! Dit gaat tegen alle regels van Brookhaven in. Oké, we zitten op de wc, dat is best wel raar. Maar wat als ik er nu af ga? Kan dat? Kan ik er nu af? Huh? Oh, dan ben ik hier. Wat, dat is zo raar. En hij is nog binnen volgens mij. Oké, maar nu ben ik nog benieuwder. Is dat een woord? Extra benieuwd. Stel voor, hij neemt mij weer mee naar binnen. Maar hij wordt ook geband. Wat gebeurt er dan met mij? 3, 2, 1. Hij is geband. Oh, dan worden we er samen uitgegooid. Ik had eigenlijk gehoopt dat er dan iets episch zou gebeuren of zo. Maar dit was best wel cool. En nu lig ik hier in mijn eentje. Oké, kijk, nu zijn we allebei geband. We kunnen dus allebei niet naar binnen. Maar stel voor ik word geunband. Kan ik dan deze dude, die nog wel geband is, meenemen? Eén manier om daarachter te komen. Hij is namelijk nog wel geband. En we kunnen samen naar binnen. Oké, perfect. Maar wat nou als we dan naar boven gaan? Gewoon chill. En ik laat hem dan ineens vallen. Zag je dat? Hij vloog naar buiten. Wacht even. Volgens mij vloog hij letterlijk naar buiten. Ja, hij is daar weer. Dat is zo grappig. Ik heb hier een verrekijker. En het lijkt mij een best wel grappig idee om spelers te bespioneren. Dus moet je opletten. Ik kan door de verrekijker... Kijk, we zien iemand naar buiten komen. En als we nou door het raam heen kijken, zien we dan ook wat? Ja, we zien daar een speler met regenboogvleugels. Ze houden een feestje. We zijn letterlijk spelers aan het bespioneren. Hé, dat is die dude van net. Hij is geband. Maar hij is alsnog blij. Hey, that's the spirit. Oké, maar wacht even. Nu ben ik benieuwd. Kan ik ook... kijk eens gewoon open. Om beter te kunnen meekijken, moet je opletten. Oh, kijk dan, ze zijn aan het dansen. Het is zo grappig. Ik wist in het begin helemaal niet dat je de verrekijker op deze manier kon gebruiken eigenlijk. Hij heeft me gezien. Hij heeft me gezien. Oh nee, heeft hij me gezien? Hij zegt, hey jij. Oh nee, hij heeft me gezien. Hij heeft me gezien. Kom op, ik moet hier overheen wegwezen. Er is trouwens een manier om elke speler te kunnen bespioneren. Dan heb je nog steeds de verrekijker nodig. En dan op deze verrekijker. En als je dan op F drukt... Oh, dude. Dan kun je dus naar elk huis gaan en bespioneren. Kijk, hier zie ik bijvoorbeeld een speler bij een auto volgens mij. Ja, kijk, hij stapt zijn auto in. Dat is zo cool. En als ik dan denk, nou, deze speler die doet niets interessants. Dan ga ik gewoon... Oh, er komt iemand aan. Dan ga ik gewoon weer naar het volgende huis. Kan ik daar een beetje rondkijken. Ga ik weer naar het volgende huis. Nou, daar is niemand. Zullen we even naar dat huis gaan waar ik net gesnapt ben? Welke was dat eigenlijk? Hier hebben we alle hotelkamers. Oh, dat was denk ik deze. En ik kan dus helemaal om me heen kijken. Oké, weet je wat? We kloppen gewoon aan. Kijken of we nog welkom zijn nadat we hebben bespioneerd. Oké, ik bel nog even aan. Oh, wordt er open gedaan? Oh. Wow, wat een feestje. Wat een feestje. Oké, ik moet zeggen, volgens mij ben ik nog wel welkom. Oké, ik zit in de schoolbus met al deze spelers. Ze denken dat we gewoon naar school gaan. Maar eigenlijk ga ik ze laten schrikken. Ik heb namelijk een manier gevonden om de lichten aan en uit te zetten. Zonder dat je bij de lichtknop moet zijn. Kan je je dat voorstellen dat je in een donkere schoolgang staat en dat de lichten ineens aan en uit gaan? Super creepy natuurlijk. Wij gaan kijken welk van deze spelers het minste bang is en het laatste de school verlaat. Want geloof het of niet, maar die speler wint de schoolbus. En die mag ook gelijk de kleur van de schoolbus bepalen. Reageer je lievelingskleur in de reacties. Oké, zoals je kunt zien, alle spelers die staan hier. Nou, ik ga gewoon even naar de wc. Maar kijk, terwijl ik hier achter deze deur sta en hun mij niet kunnen zien, kan ik als het goed is op deze knop hier drukken. Oh. Dat is zo creepy. Zijn ze bang? Ik weet niet, zijn ze bang? Iemand zegt OMG. Oh, iemand zegt ah. Yes, het werkt. Iemand zegt wow. We hebben ze super bang gemaakt. Oké, maar nu is de vraag. Iemand is gewoon gitaar aan het spelen. Die is totaal niet bang. Oké, volgens mij rennen ze weg. Ja, ze rennen weg. Ze rennen weg. Ze rennen weg. Maar wie is de laatste die overblijft? Oh, er zijn er nog twee. Er zijn er nog twee. Wacht. Iemand zegt Job, stop. Iemand weet dat ik het ben. Hun twee. En dat zijn nog wel de baby's. Zeg maar, dat zijn de kleinste. Die weten dat ik het ben. Maar dan mag er maar één winnen. Oké, weet je, jullie hebben me. Nou ja, ik kan de schoolbus dus nu niet delen. Degene met de spelen of degene met een doos op zijn hoofd. Oh, dat was zo grappig. Ik heb gezegd, maak jezelf allemaal zo klein mogelijk en ga liggen. En wat ze dan moeten doen, is een motor spannen. Want als je er dan in gaat zitten, dan lijkt het dus alsof die uit zichzelf rijdt. Moet je dit zien? We zijn allemaal onzichtbare motors. Dat ziet er zo creepy uit. Dit is echt een spookachtige aflevering. Laat sowieso in de reacties weten. Wat vond jij de beste glitch tot nu toe? Ah, moet je zien. We hebben hier de wasseretten in Brookhaven. Maar als ik aftel. 3, 2, 1. Ja, moet je opletten.
Oh my gosh. Iedereen zat in een wasmachine. Oh, dat is geniaal. Ja, dit is sowieso een van mijn favoriete verstopplekken. Je kunt volgens mij hier ook nog. Ah, dit is toch top. Kijk dan. Niemand gaat je hier zien, hè. Natuurlijk niet zo fijn als iemand zijn stinkende sokken er dan ingooit. En jij zit er dan in verstopt. Maar ik bedoel, dat zou kunnen. En hier kun je dat dus ook weer doen. Dat je met het licht zo gaat doen. En dat alle spelers dan waarschijnlijk super bang zijn. Oh, ik word meegenomen. Oké, wat als ik nou gewoon niet speel? En ik geef deze random speler de kans om mij ergens naartoe te brengen. Oké, volgens mij zijn we ergens naartoe gebracht. Oh my gosh, moet je zien. We zitten met zoveel mensen bij elkaar. Ah, wacht, ik weet waar we naartoe gebracht zijn. Het is waarschijnlijk de bedoeling dat ik hier naar boven ga. Maar zouden alle spelers mij dan volgen als ik dat doe? Want dit is toch best wel eng. Ik hoor wel wat. Oh, jazeker. Maar wat als ik nou doe alsof ik spring? Doen andere spelers dat dan ook? Oh nee, ik ben echt gevallen. Oh, en de springers allemaal, let's go. Wat nou als we onszelf allemaal in een zombie veranderen? Oh nee, het zijn allemaal zombies. Oh my gosh, Brookhaven wordt overgenomen door zombies. Dat is zo creepy. Oké, luister, ik moet een manier vinden om te ontsnappen. Er is nog iemand anders die gewoon springt voor zijn leven. Oh, het zijn er zoveel. Oké, wacht, ik heb denk ik wel een idee. Ik heb laatst een geheime plek leren kennen door een speler. Die liet mij namelijk zien dat als je hier... Tenminste, was het hier? Ik weet niet of het hier was. Oh nee, ze zitten ons achteraan, maar was het hier? Nee, het was niet hier. Oh, dan was het hier waarschijnlijk in de buurt. Oh kijk, er is hier een auto. Oh, zit ik veilig? Oké, volgens mij... Nee! Oh nee! Oh nee! En er zit nog eentje op het dak. Dat is een bil. En er zit nog eentje op het dak. Oké, de vraag is, waar word ik nu naartoe gebracht? Oké, ik heb misschien wel een idee waar ik me kan verstoppen. Snel, snel, snel. Oh nee, ze zitten allemaal nog achter me aan. Kijk, ik heb wel een plan. Ja, ik weet het alweer, ik weet het alweer. Oh nee, het was volgens mij hier doorheen. En dan is hier ergens... Oh, ik hoorde het. Waar was het? Ik hoorde het. Ik hoorde het. Ja, het is hier. Nee! Oh, maar nu ben ik sowieso de pneut. Auw! Volgens mij ben ik gebeten. Niet volgens mij, maar zeker. Oh my gosh, nee. Nu ben ik zelf ook een zombie. Er zit maar één ding op. Ik moet het tegengif vinden. Ik moet ervoor zorgen dat ik geen zombie meer ben. Aan de andere kant, is het niet grappig als we allemaal een zombie hotelkamer hebben? Oké, we hebben hier de allereerste zombie hotelkamer. Die is rood. Dan hebben we hier de tweede. Oh, deur zit dicht. Maar wat ik kan zien is die groen. Auw, toeter niet. Dit is die van ons. Die is ook groen. Dan hebben we er hier eentje die is groen. En dan hebben we hier ook eentje die is groen. Dat is zo cool. En trouwens, ik heb de verrekijker nog steeds bij me. Dus check dit. Ik kan vanaf hier gewoon perfect naar binnen kijken overal. Tenzij iedereen voor me gaat staan natuurlijk. Oké, daar gaan we. Ik heb hier een bank. En de eerste twee spelers die op deze bank zitten, die worden mijn kamergenoten in Brookhaven. Oh, we hebben de eerste al. Oh nee, degene is alweer af. Oh, wacht. Zouden we iemand kunnen pakken die al op een bank... Oh, we hebben nu allemaal banken op elkaar. Waarom moet je dit zien? We hebben een bankentoren. Oh, moet je dit zien? Ik heb gezegd, pak allemaal een bank en ga erop zitten. Hoeveel... Hoeveel banken zijn dit? Oh, dude, dit is bizar. Reageer hier beneden. Hoeveel banken zijn dit? Even serieus. En er is één iemand die het bestuurt. Oh, dit lijkt wel gewoon een Eiffeltoren. Oké, dit is echt gewoon te grappig. Kijk dan, het lijkt wel gewoon een meubelzaak op wielen. Zullen we nu gewoon de subway in? Dat is misschien wel... Oh, nee, laat maar. Dat ging alweer te snel. Maar wat als ik er nu af ga dan? Oh, dan gaat ondertussen die hele bankenteam verder. Oh, kijk dan. En het is één iemand die het tilt. Oh, dude. Wacht, ik wil degene zijn die iedereen tilt. Kan dat? Kom op, ik wil degene zijn. Oké, we gaan het proberen. Kom op. Ik moet de eerste zijn die zeg maar... Oh, laat maar, het is weer niet gelukt. Oh nee. Abonneer voor meer en adios.